Welkom in de nieuwe video van het thuisproject Houten Schragen. Stap 18 en stap 19. Volg weer aandachtig het stappenplan. Deze twee stappen moeten klaar zijn tegen woensdag 9.12, voor 22 uur. Stap 18. De gaten rechtsteken. We gaan onze geboorde gaten rechtsteken. Doen we met een beitel van maximum 10 mm breedte. Als je deze niet hebt, mag je ook een beitel van 6 of 8 mm gebruiken. Zorg ervoor dat je beitel steeds haak staat ten opzichte van je werkstuk. Leg steeds een afvalstukje onder je werkstuk. Het is een doorgaand gat. Dit wil zeggen dat je beitel helemaal door je werkstuk gaat. Als je daar niets onder legt, zal je de tafel onderaan beschadigen. Span je werkstuk ook steeds vast. Vergeet geen foto te maken en te uploaden. Project 7, uitbreiding, map schragen, stap 18, rechtsteken. Wil je even kijken hoe het weer juist werkt? Bekijk dan zeker de instructiefilm over gaten rechtsteken. Dit kan je doen op het YouTube-kanaal of in het leerpad. Stap 19. Pennen zagen aan onze onderregel. Ik ben er mij van bewust dat dit geen simpele bewerking is om thuis te doen. Niet iedereen heeft een werkbank. Nu moeten jullie een klein beetje de MacGyver uithangen. Dat wil zeggen, een beetje je plan trekken en zelf een manier zoeken hoe je best je pennen kan zagen thuis. Onderstaande foto's staan de drie stappen hoe je normaal gezien je pen correct zaagt. Zaag steeds aan de juiste kant van de lijn, aan de kant waar je stukje wegvalt, op het wegvallende deel. Vergeet ook hiervan geen foto te nemen als je je pennen hebt gezaagd. Zet deze in de uploadzone, project 7 uitbreiding, map schragen, stap 19, pennen zagen. Ook van het zagen is er een instructiefilmpje. Bekijk deze op het YouTube-kanaal of in het leerpad. Nog even de deadlines overlopen. Stap 1 tot en met 11 is reeds klaar. 12 tot en met 17 ook. En vandaag, de laatste tegen woensdag, tegen woensdag 9.12, moeten jullie stap 18 en 19 klaar hebben. Verder moeten we nog stap 20 tot en met 23 doen. Dit moet klaar zijn tegen vrijdag 11.12. Stap 24 tot en met 33 tegen einde van de kerstvakantie. Succes! Maar vergeet zeker je foto's niet te plaatsen in de uploadzone.